Jong Sparta op het eigen kasteel tegen het Amsterdamse AFC. Weinig publiek in het kasteel. En Sparta is de laatste weken toch in blakende vorm. Daar gaat Jansen in de fout en is dit Achen met de 1-0. Zitten we pas in de 10e minuut van de wedstrijd. En stelt Jong Sparta meteen maar even orde op zaken op het kunstgras in Rotterdam. Foutje daar achterin van Magiet Jansen, de centrale verdediger. En dan geen enkel probleem voor Ragnar Achen, de man die zijn 4e treffer deze competitie maakt. En Sparta gaat door. Met Ritmeester aan de buitenkant. Harawi. En dan moet dit het schot worden van Brute. En dat is het schot. Maar niet op het doel van doelman Zonneveld. AFC dat een slechte periode kent. Vorige week de zege tegen Spakenburg. Maar de laatste weken toch tamelijk uit vorm de ploeg van Ton du Châtinier. Als Jesse de bal niet op het doel van Verhips krijgt. Boosheid op de tribune. Maar het blijft voor de rest redelijk rustig op het kasteel. Kopbal is van Moulet. Dan weer Jesse. En dan kijken, waar is de spits? Waar is Koopman? Die komt hier. Koopman. Goeie actie van de spits van AFC. Maar op de benen van Verrips. Hij tekende voor 1 jaar bij, Ton du Châtinier. En heeft het zoals altijd aardig naar zijn zin op Sportpark goed genoeg. De tweede helft met Sparta. Een prachtige actie. Brengt de bal bij Achen. En die had hier zijn tweede van de middag kunnen maken. Grote kans voor die aanvaller. Die de 1-0 op het scorebord deed komen. AFC dan. Met Jesse. Bij de tweede paal Grootvaam. Maar daar ook het goede verdedigende werk van Suarez Fonseca. Herkansing voor Jesse. Maar dit is een slechte voorzet. Recht in de handen van de doelman van Sparta. Richard. Jonathan Richard. Dan komt daar de opening bij de invaller. Wilfraat. Wilfraat en dan Koopman. Ja, dan scoort hij toch. Scoorde er al 7. Dit is zijn 8e. En dan komt AFC op gelijke hoogte. En is dat in de 81ste minuut. Prachtige verre ingooi op Achen. Jansen heeft weer moeite met die spits van Sparta. En dan de redding van Zonneveld op de inzet van Felicia. En weer Sparta dat in die tweede helft steeds meer de overhand nam. Goeie actie van de invaller. De Winter. En dan Achen. Het gaat in tweeën. Het is een tweede treffer. En het is Jong Sparta dat op 2-1 komt. Goeie actie van die invaller. Achen eerst nog op de paal. En dan is iedereen geslagen en komt Sparta op 2-1. En zit het AFC weer niet mee. Voor de winterstop wist die ploeg constant puntjes te pakken in de slotfase. Maar nu is het andersom, want hier Felicia. Hij maakt aan alles een einde en zet de 3-1 op het scorebord. Het is zijn 11e doelpunt. En weer is het een goede actie van die invaller Jurie de Winter. Met links en dan met rechts afgemaakt door Felicia. Het is de eindstand op het kasteel. Sparta wint van AFC.